Oh, hey dude! Dude, kan je me even het paswoord geven, alsjeblieft? Dude? Paswoord? Misschien? Nee? Oké, fuck jou dan. Hallo mensen! Mijn naam is de Mad Luigi en welkom terug bij een hele nieuwe aflevering van Fran Boom! Want we zijn zeg maar nog steeds een boom. Vorige aflevering waren we hier aangekomen in dit rare plekje. Rare koninkrijk met insectmensen, boommensen en deze hele rare steen die een gezichtje heeft. Ik denk dat dit ook gewoon daadwerkelijk iets is waar je mee kan praten of niet. Nee? Gewoon in een ander seizoen dan? Nee? Nee, oké dan. Nou, in ieder geval, zoals jullie vorige aflevering... Oh, misschien zoals jullie hebben gemerkt, het is geen Spooktober meer. Dus eigenlijk kan ik niet verder met deze serie, want dit is een super speciale Spooktober serie. Maar ik vind deze game gewoon heel leuk, dus ik ga hem gewoon afmaken buiten Spooktober. Ook vorige aflevering was heel erg lang. Deze aflevering wordt ietsjes minder lang. Want vorige aflevering was gewoon heel veel waar we doorheen moesten lezen en heel veel wat we moesten doen. Nu kunnen we de komende paar afleveringen gewoon lekker chill. Wat the fuck gebeurt er? Oké. Nu kunnen we de komende paar afleveringen gewoon lekker chill eventjes dit lezen. We hebben al, hoe heet het, de lemon van de vorige aflevering. Nou moeten we die andere items vinden. I'm cold as I am, but if you use me, I'll be burning hard. Just like my penis. Oké, dan moeten we dat maar een beetje gaan opzoeken. Ik denk toch echt dat we iets moeten doen met deze steen. Alleen, ik weet niet zeker wat, zeg maar. Kan ik er gewoon steken? Misschien dat hij een andere tijdsperiode met me praat? Je weet het nooit. Nee? Oké, is prima. Dan gaan we gewoon een beetje rondkijken. En we gaan gewoon elk stukje van de map bekijken. In elke verschillende tijdsperiode. Want misschien ligt er wat. Misschien ligt er iets bijzonders wat we kunnen, hoe heet het, gebruiken. Lijkt er niet op. Dus voor de rest, ik wilde het in deze aflevering hebben over natuurlijk de intocht van Sinter. What the fuck is deze shit? Oh wow, what are you? You look like the fairies in my books. The purest of feelings, the light of all material. We are the vodka, I mean the vlokkas. Oh, you are very shiny and you make me feel so happy, so very happy. Look, creature, one of the young vlokkas will receive the shield. Hey, nou heeft ze een masker. Chill. Soldier of the sun. Creature from the soil. Fruit from the seed. Let the universe illuminate you with the truth and be free. Where are you all going? We continued our path of life. May freedom be with you, my friend. Sir or miss? Can you do magical things? The universe is already doing magic all the time. You are full of magic yourself. But I wish to know things, and it's not. I feel like you know everything. We are the light. We are everywhere. What answers are you looking for? I want to know who killed my parents, and why is that big monster hunting me? The truth will come to those who seek. Your path towards the truth is immense. You are living in a world that turns its back to you. You are too fragile to face the truth now. And too strong to let it go. Oké, doei bro, wat was gezellig. But... Dear, don't be sad. We have to keep going. Oké, dan gaan we dat eventjes lekker doen. Yes, kitty, you're right. Oké, dan. Ik neem aan dat deze dingen iets met deze gast kunnen doen. Misschien. Even kijken, hoe gaan we dit doen? Ik weet eigenlijk niet wat we moeten doen. Maar we moeten iets doen. Maar wat?
Ik denk dat ze allemaal naar boven moeten staan, maar dit ziet er niet echt bepaald goed uit. Even kijken hoor. Misschien als ik het zo probeer, dat hij dan opeens denkt van ja, nou dit gaat wel lukken of niet? Misschien? Even kijken hoor. Wat als ik jullie gewoon een beetje blijven aankutten met, dan vind je het vanzelf, ja. Maar in ieder geval, de Zwarte Pieter, de Zwarte Sinterklaas kwam bingen in het land. En wat ik altijd doe op Twitter met Sinterklaas, ik verander altijd bij elk feest zowat eigenlijk. Ik verander altijd de naam van mijn, oh kut, nou heb ik het verpest of niet dan? Want nou is hij opeens weer heel erg raar. Oh, dat is minder. Wacht, nou zit die wel goed? Zit deze nu goed? Misschien? Ik weet het niet. Maar goed, ja, de Sinterklaas-intocht was er dus. Hoe de fuck moet ik dit oplossen? De Sinterklaas-intocht was er dus. En natuurlijk waren allemaal demonstraties tegen Zwarte Piet. Helemaal geen probleem of zoiets. Alleen wat er wel gebeurde, waren een heleboel mensen die gingen eieren gooien en zo naar de demonstranten. Ik denk zo van, er is een vredige demonstratie tegen Zwarte Piet en je kan vinden van de hele discussie wat je wil. Maar ga geen eieren gooien naar mensen. Dat is best wel pittig abnormaal als je dat gaat doen. Dus, ik vind het een beetje raar hoe mensen daar tegenwoordig op reageren. Ik heb het gevoel dat ik echt helemaal niks aan het doen ben. Ik had deze net op een andere manier, maar hoe heb ik dat gedaan? Ik snap hier echt geen ene flikker van. Moet ik in een andere tijdsperiode zijn? Is dat het? Hallo, meneer? Misschien dat hij op een andere manier gaat als ik in een andere tijd zit? Je weet het niet. Ik weet het niet, jij weet het niet, we weten het allemaal niet. Dit is echt een hele gare puzzel. Ik snap er echt geen ene flikker van. Wacht, werkt hij nu? Nee, dit zit nog steeds heel erg verkeerd. Ik kan altijd later nog terugkomen om te kijken wat hier allemaal aan de hand is. Misschien kan ik nog iets van hout meenemen of zoiets? Nee? Oké, dan gaan we gewoon lekker verder lopen. Ik hou het graag in wintertijd. Oh, wacht, daar was iets. Maar wintertijd vind ik altijd de mooiste tijd. Hier is in ieder geval een insect, meneer. Good day, little lady. Can you show me your ticket, please? Hello, sir. I don't have a ticket. How can I get one? What? Oh, first I said that I'd get the ticket. Why don't you have yours? Oh, I'm not a citizen, sir. Maybe that's why. Oh, a citizen? That's new. Too new for me, though. Sorry, little lady. I can't let you in. Alright, sir, I understand. But what can I do then? I really would like to go inside. I don't know. This never happened before. I guess I'll find my own way to get inside. Thank you, bye. Oké, wat ik me wel bedenk aan het begin van de vorige aflevering was ze in dat... What the fuck? Dude! Wat is er met je gebeurd? Elantras, sir? Hij is aangevallen. Wait, don't go! Oh, hey! You looked really bad, kitty. Wasn't that the doctor? Wasn't that the doctor? Maybe he can cure himself. I hope so, kitty. He was so hurt that he lost his feather. I wonder what happened. Nou, dan pakken we in ieder geval de veer op. Wat kunnen we hiermee doen? Dat is mijn vraag meer. Plantress feather, blood is on it. Oké. Is dat niet een van de items? Wacht even. Flow cold blooded sun, let your body dance through the rising stream. Light and hollow. Freedom of birds and the pen of man. Habis. Oké, we hebben er eentje. We hebben er eentje, boys. Oké, we gaan die eventjes meteen terugbrengen. Want, hoe heet het? Vroeger gebruikten ze natuurlijk veren als een pen. Dus ik neem aan dat als wij gewoon deze veer neerleggen op de plek waar die hoort, dat het gewoon moet werken. Dus even kijken welk item dat was van de lijst. Dat was streepje met 3. Oké, dan gaan we daar even lekker kijken. Even kijken. Maar goed, ja, dat Sinterklaas gedoe. Het was gewoon kut. Kijk, het werkt gewoon. Dat is gewoon kut zo van... Ik snap mensen... Ik kan beide kanten snappen. Mensen willen niet dat de traditie weggaat van Zwarte Piet en Sinterklaas. En er zijn mensen die denken of vinden dat het racistisch is. En ik kan beide kanten snappen. Maar kunnen we alsjeblieft gewoon even normaal met elkaar omgaan, jongens? Kunnen we niet gewoon, zeg maar, de hele discussie stopzetten en gewoon een paar mensen... In zwarte pakken. Gewoon met elkaar de hele discussie laten voeren. Weet je wel. Dat zou ik persoonlijk echt heel leuk vinden. Als er gewoon een paar mensen. Die gaan gewoon in een kamertje zitten. Die gaan met elkaar uitpraten. En de rest doen we gewoon niet meer erover praten.
Dat zou het meest handige zijn. Stop right there. Do you have a password? Oh no, what's the password? The library password, of course. You must have it to come inside. I didn't know I needed a password. Of course you need a password. A certain wizard can help you. Alright, I see if I can find the password then. Oké, dus dan moeten we terug naar de wizard om de password te krijgen om in de bibliotheek te gaan. Deze hele aflevering gaat gewoon een heleboel heen en weer lopen, of niet dan? Waarschijnlijk wel, maar hey, maakt niet uit, want heen en weer lopen is gewoon best wel gezond. Weet je wat nog meer gezond is? Gezond eten, boeien, nou tenminste, hé, hey, daar waren die spiritgasten weer. Hoe heet het? Ik weet niet zozeer hoeveel gezonder vegetarisch eten is. Ik bedoel, in vlees zitten nog best wel dingen die je lichaam nodig hebt en die best wel handig zijn voor je. Maar groente eten en al die dingen is ook best wel lekker. En ik kan zeker zien waarom mensen denken dat vegetarisch eten best wel heel wat gezonder is. Hoe heet het? Vergeleken met ook nog vlees. Al, ja, nogmaals, zit er in vlees ook wel spul. Wat we nodig hebben in ons lichaam. Maar gisteren heb ik dus iets gegeten wat echt vegetarisch is. En fucking lekker. En ook nog eens op een bepaald niveau gezond. Het was namelijk een speciale, lasagne. Met allemaal champignonnen en paddenstoelen erin. En allemaal andere groente shit. En het was de meest geweldige shit ooit. Nou wil ik alleen wel even weten hoe ik de password krijg. Want hij is toch de wizard, of niet dan? Ik heb echt geen idee. Misschien als ik dit laat zien aan iemand. Aan zo'n, zo'n exterminator plaatje. Misschien als ik die laat zien aan, zo'n insect. Dat die denkt van, oh fuck. Ik ga hier niet mee dealen. Misschien is dat een ding wat we kunnen doen. Wat is dit? Kan ik hier overheen lopen? Ik wil hier graag overheen lopen, alsjeblieft. Misschien nu van tijd veranderen, zodat ik ga... Nee, oké. Okay. Oh, kijk, nou hebben wij de boot. Oké, dat kan. Maar goed, ja, dus ik had gisteren een heel lekkere lasagne gegeten met allemaal paddenstoelen erin. Het was echt geweldig. Ik wil dit ding nog even hebben. Wacht even. Het was echt geweldig. Dus ik raad je aan. Ga even een lasagne eten. Met paddenstoelen. Is gewoon super lekker. Is echt gewoon heel erg lekker. Nu we het over lasagne hebben. Ik moet weer denken dat een paar jaar geleden was er echt zo'n heel erg groot... heel erg grote controversie. Over, een bepaald... een bepaald bedrijf wat paardenvlees in een lasagne had gedaan. Dat is fucked up shit. Oh, nou zijn we opeens weer hier. Oké. Oh, friend, this is where we were before. I fixed the bridge with your purse. Well, kitty, you are very clever. I hope you find many things. Oké, dan. Dat is wel cool dat we... Oké, mijn kleren. Kunnen we ze meteen meenemen? Kitty, I can't find my pills. Maybe the pills are not here. Maybe you lost them. Well, they weren't doing me any good anyway. Eigenlijk wel, want die pillen zijn tot nu toe de enige reden waarom we zo ver zijn gekomen. Maar oké. Maybe they will appear someday. Let's keep going for now. We hebben in ieder geval wat kleren. Dat is heel goed. Is dat toevallig nog een item wat we moeten gebruiken? Cold as I am, but if you use me, I'll be burning hard. Flow, cold-blooded sun, body dance. Ik heb geen idee. Kunnen we hier nog naartoe? We hebben in ieder geval onze kleren. Misschien dat dat nog iets is. Oh, that must be the castle. Waarom zou je dat denken dat dat een kasteel is? Ik bedoel, het is een heel groot houten gebouw waar we net in waren. Ik vraag me af of dat inderdaad het kasteel is. Wat was er trouwens gebeurd als we niet onze kleren hadden opgehaald? Zouden we dan gewoon naakt door de rest van de game heen gaan? Dat is iets wat ik niet zo graag zou willen zien. Even kijken, is er nog iets wat we kunnen doen met dit eiland? Eiland? Oh, what the fuck? Zeg je dat? Wow, that island is very tiny. I wonder if somebody could live there. Waarschijnlijk niet. Nee, we kunnen hier niks meer doen. Oké, dan gaan we gewoon lekker verder. We hebben in ieder geval onze kleren. Dat is altijd handig. Want naakt zijn is wat minder. Maar dan moet ik nog steeds eventjes uitzoeken wat we voor de rest moeten doen. Hey dude. Dude, kan je me even het paswoord geven? Alsjeblieft. Dude. Paswoord. Misschien. Nee? Oké, fuck jou dan.
Voor de rest, ja, heb ik nog meer dingen te vertellen? Nee, Come closer, friend. I have the one thing you desire. I have what you're looking for. Hey, is my moeder. Mommy? Is that you, mommy? My beloved daughter, come closer. Let me feel you. Mommy, I'm scared. There's nothing to be afraid of. You have to come closer, friend. I want to kiss you. But you can't be my mother. She's dead. You have to come closer now. If you don't, the big monster will come to get you. No, you are not my mommy. Leave me alone. My darling, the big monster will come and get you. He will come and get you. He will come and get you! Mommy, you're scaring me. Please stop it. Waarom doet die kat ook helemaal niks? Oké, nou dat was in ieder geval gezellig. Een reunie met onze moeder. Altijd leuk, weet je wel. Moeders zijn gewoon over het algemeen best wel chill. Ik bedoel, mijn broer gaat binnenkort uit het huis. En ik ga over 4 jaar pas, want ik heb nog voor 4 jaar een opleiding. Ik ga over 4 jaar pas iets van het huis uit. Dus ja, weet je, of tenminste... ik zou op kamers kunnen gaan, maar het is niet zo heel erg ver weg reizen van hier naar mijn, hoe heet het? Hey, Lemon Guy. Van hier naar mijn, hoe heet het, school. Dus, weet je, dan kan ik net zo goed thuis blijven en nog eventjes genieten van de perks die thuis blijven hebben. Weet je wel, dat vind ik altijd, dat vind ik altijd wel chill. En moeders zijn ook over het algemeen chill. Ze maken eten voor je en zo. Dus moeders zijn gewoon leuk, verlies ze niet, want ze kunnen best wel chill zijn. Wie weet het paswoord? The Great Wizard, of course, he knows everything. Ja, maar ik was net bij The Great Wizard en The Great Wizard die zei alleen maar van... Nee. Je moet de spullen verzamelen. Daar heb ik toch ook niks aan. Misschien dat hij het nu wel opeens weet, omdat ik nu heb gevraagd van... Wie weet het? Misschien dat hij nu opeens denkt zo van, oh, ik ben een wizard en ik weet dingen. Oh yeah. En we moeten ook nog steeds zijn pas halen. Wacht. Misschien werkt dit op hem. Oké, nee. The text on it can get us in trouble. Oké, ja, dat kan ik ook wel snappen. Ik bedoel, als je in een society van insectmensen woont, dan is een briefje met... Exterminator niet echt bepaald iets positiefs. Can you explain the riddles again? Ja, maar nee, ik wil gewoon een password. Ik wil het motherfucking password. Please. Kunnen we niet de kaars pakken? Want dat is best wel koud. Tenzij ze, hoe heet het, hij gebruikt wordt. Very, very interesting. We gaan nog heel eventjes doorkijken. En dan ga ik de aflevering afsluiten. Want zoals ik al zei, ik wil deze aflevering veel korter houden dan de vorige. De vorige was echt heel erg lang. Hallo? Kunt u iets doen? Oh, wacht eens even. Ik heb ook nog mijn visding. Ik kan nog daadwerkelijk gaan vissen. Misschien moet ik dat eens proberen. Ik was helemaal vergeten dat ik mijn hengel mee had. Oké, dan ga ik met jou, maar voor jou zoek ik een andere keer wel uit. Oftewel, een andere keer bedoel ik. Ik ga gewoon op YouTube kijken wat het antwoord is. En dan vinden we het wel. There's no shame in that. Oké, dan pak gewoon de boten. Gaan we eventjes lekker vissen. En misschien vinden we een vis. Ik bedoel, katten eten graag vis. Misschien vindt hij het wel leuk. Over katten gesproken. Ik zag vandaag een filmpje over een dove kat. En die kat, nou ja, is doof. Maar het leuke is aan die kat elke keer als zijn vrouw thuiskomt, of zijn baasje thuiskomt, dan gaat hij altijd heel, heel hard miauwen. En dat is zo schattig. Dat is echt zo schattig. Ik wil graag met het water mijn ding gebruiken, als het kan. Misschien hier? Kom op. Ik wil graag vissen, friend. Misschien moet ik per se hier vissen, zoals die andere gast. Trying out things is good, but this won't be doing us any good. Nou ja, in ieder geval, ik ga gewoon hier de aflevering beëindigen. Vond je deze video leuk? Geef dan like. Abonneer zou ook al leuk zijn. Volgende aflevering gaan wij verder met Friend Bo. En gaan we de rest van de spullen zoeken. En ga ik die ene gare puzzel oplossen. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken. Moraal van het verhaal.
lasagne met champignons is best wel lekker. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!